Het was regentijd, eind november, in Hola, langs het Tana River gebied. En we zouden vertrekken naar Nairobi. En dat zouden we doen met een vrachtwagen via Garissa. En dat is niet de gemakkelijkste weg. Zondagmorgen in alle vroegte zouden we vertrekken naar Nairobi. Maar zaterdagmorgen omstreeks een uur of 11 begon het te regenen. Een flinke bui die ons na een half uur al zorgenrimpels deed trekken. Want hoe zou morgen de weg zijn als we met de lorry met de vrachtwagen op reis gingen? Het begon die zondag allemaal al verkeerd. De vrachtwagen zou om 5 uur voorkomen rijden, maar de heren kwamen een uur te laat. Ze hadden de wagen niet kunnen starten. Maar we vertrokken. Chibbe, een Arabier, chauffeurde en verder reed ook de sharif mee. Kanuni, een hulpje en een Kikuyu-boer die zijn familie eens op wilde zoeken rond Nairobi. En een vrouw die een van de trekkerchauffeurs had bezocht. Op nog geen 12 mijl buiten Galole begonnen de moeilijkheden al. Het water stroomde daar de weg over. De weg was moddervet en spoedig begon de wagen te slippen. Laten we teruggaan, stelde Sharif voor. En een trekker meenemen om ons door de modder te trekken. Ik heb horen zeggen dat de eerste 40 mijl enorm slecht zijn. Goed, dat scheen de enige oplossing om er door te komen. We probeerden te keren, maar we bleven steken. Een half uur waren we bezig voor we gekeerd waren. George, de trekkerchauffeur, werd uit zijn bed gehaald. Hij zou alvast vooruitrijden. We hadden dikke touwen en een ketting bij ons. Toen we weer bij de slechte plaats aankwamen, werd de trekker voor de lorry gespannen en voort gingen we. Wanneer we bij een plaats kwamen waar de wagen het alleen kon, werd de trekker afgespannen en reden we op eigen kracht. Al spoedig bleek het dat we beter van de weg af konden gaan en gewoon naast de weg door de bush konden rijden. Nu is de bush geen mooie vlakke reserveweg. We botsten en schokten als knikkers in een busje. Maar we vorderden, langzaam maar zeker. Ofschoon hoe verder we kwamen, hoe meer het ons duidelijk werd dat de weg wel bijzonder slecht moest zijn. We kwamen een landrover tegen met een Arabier. We stopten en informeerden naar de weg. Eigenlijk hadden we dat niet hoeven te doen, want de wagen zat reeds van boven tot onder bedekt met modder. De chauffeur raadde ons aan terug te gaan, want het scheen verschrikkelijk te zijn. Het bleek hier veel meer te hebben geregend dan bij ons in Galole Hola. Maar nu we eenmaal zover waren, wilde niemand eigenlijk graag terug. Wij vooral niet, omdat we onze vrouw in Nairobi zouden zien. En we toch graag de baby zouden zien, ofschoon die al een paar dagen over tijd was. We worstelden door. Om de haverklaap zaten we vast. Als het zo erg was dat we niet meer verder konden, wachten we gelaten op de komst van George, de trekkerchauffeur. Die arme kerel die diep in zijn zondagsrust was gestoord, zat helemaal onder de modder. De trekkerwielen hadden hem finaal ondergespetterd. En dan werd de ketting weer aangespannen en met veel motorgebrul kwamen we weer los. Plotseling kwamen we na een vrij goed stuk bij een plaats waar vroeger een brug moest hebben gelegen. Nu was er niets meer dan een vrij snel stromende rivier. We stopten en hielden beraad. Wat moesten we doen? Kanuni werd erop uitgestuurd om te voet de diepte van het water te verkennen. Hij ging er in het midden tot aan schouderhoogte doorheen, maar hij zei dat de bodem in ieder geval vast was. We wagen het, besloten we. De vrachtwagen werd voorzichtig het water ingereden. Het water kwam de cabine binnen. We hadden de uitlaat verhoogd met een slang, zodat die boven water bleef, maar we vorderden. Even scheen het nog of we bleven steken, net toen we de helling aan de andere kant weer opklommen. Even achteruit en opnieuw naar voren en met enorm veel wielslip kropen we naar boven. De vrouw had het niet aangedurfd om mee te rijden in de lorry en nu moest ze zelf te voet door de stroom waden. Dat ging uiteraard met veel hilariteit gepaard. Dank u.